Ik moet ondertussen ook nog eten. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Of nou ja, een nieuwe vlog. Dit is wel misschien een beetje een speciale aflevering deze keer. Want zoals jullie zien, sta ik hier in een studio. Ja, waarom sta ik in de studio? Nou, we staan in de studio vandaag omdat ik met jullie het OKT wil doornemen. Want het was... dat was nogal wat. De emoties vlogen door de lucht. Voor mijzelf, maar ik denk ook voor heel veel andere schaatsers. Ja, dus Joep heeft nog wat beelden geschoten voor in de Business Club volgens mij. Laten we daar eerst eens even gaan kijken. Hey Jack! Jongens, ik moet jullie voorstellen aan een nieuwe vlogger. Want wat is jouw kanaal, Jack? Jack Boekema. Jack Boekema. Volg Jack Boekema op YouTube. Een jonge vlogger. Jullie moeten natuurlijk ons volgen. Schaatsteam Ico. Want wij gaan nu even stiekem, want daar is de Business Club. Het is helemaal heel kort eigenlijk hoor, maar ik ga het toch even voorlezen. En Jack is daar te gast. Je bent eregast bij ons in de Business Club. En nu gaan we al stiekem even kijken naar de ijsbaan. Want daar gaat het zometeen gebeuren. Weet je welke afstand er zometeen gaan rijden, Jack? Nee, dat weet ik niet. Ze beginnen eigenlijk met de 1500 meter voor vrouwen. Mm-hmm. En dan de 1000 meter voor mannen. Hier gaat het zometeen gebeuren. Jij bent de vorige keer ook geweest, toch? Ja. Vond je het leuk toen? Ja, dat vond ik. Dan gaan we hier even zitten. Heb je nog 100 meter gereden? Nee, dat doen we niet. Dat doe jij wel, toch? Ja. Wat is jouw snelste tijd op de 100 meter? Voor mij 13-1. 13-1? Ja. En wil jij hier ook staan later? Ja, ik wil dat ook. Ja? Ja. Dan wil je ook op het Olympisch kwalificatietoernooi staan. Ik heb hier een keer gereden. Heb je al een keer gereden? En hoe was dat? Leuk. Kijk, nu heb je allemaal publiek. En die maken wel heel veel geluid, daarom kunnen wij niemand verstaan. En was er bij jou ook zoveel publiek, toen jij ging schaatsen? Nee, ik wil veel publiek hebben. Jij wil ook een keer veel publiek hebben? Ja. En dan moet je zorgen dat je hier staat. Ja. En op het NK, dan gaat het helemaal los. Dan mag je met veel publiek rijden. Mm-hmm. Dat is mooi hoor. Op zo'n dag, op zo'n wedstrijddag voor het OKT, rijden wij niet alleen een wedstrijd. Zo gaan wij bijvoorbeeld inrijden. En dat kunnen we mooi zien op deze beelden. Zullen we ze er even bij pakken? Nou ja, zoals je ziet loopt het al een beetje vol. Er zitten al de echte fans zitten er al. De muziek begint al te draaien. Zo staan wij heel even op het ijs. Ik denk 20 minuutjes. Dan gaan we er weer af. Dan gaan we naar het hotel. Eten, schaatsen slijpen. Dan komen we terug. Dan begint de wedstrijd. We gaan even naar de Lernse race kijken. Kijk maar mee. En Velema in de binnenbaan is onbekend, maar was wel de man die dus 4 jaar geleden maar een tiende tekort kwam om zich te plaatsen. Hij was toen een verrassing. Cool dat ik het nu kan doen, hè. Kijk, nee! Lennart van 1000 meter. Hele goede race. Ik denk dat hij het zelf ook helemaal mee eens is dat het gewoon een super goede race van hem was. Het maakte goed voor een 5e plek voor hem. Helaas mag hij net niet mee naar het Europees kampioenschap. Maar 1.08.9. 1.08.90. Dat is gewoon een super goede tijd natuurlijk. En daar is hij zelf ook heel erg tevreden mee, zoals jullie hier kunnen zien. En dan nu het weerbericht. Oh nee, dat doen we niet aan, we zijn een schaatsteam. Als jullie deze vlog kijken, zijn jullie schaatsliefhebbers, dan hebben jullie gezien dat Dai Dai 2 keer vals had. Dat is natuurlijk iedereen's ergste nachtmerrie. En het is zo ongelooflijk spannend, zo dicht op elkaar. Maar wel zwaar respect. Worden baanrecords gereden op de 1000 meter. Er zijn grotere verrassingen geweest. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat dit een toernooi was met behoorlijk veel verrassingen. En daarom wil ik nu de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. En natuurlijk tot de volgende keer.